Zondagmiddag speelt FC Groningen om 2:30 de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Bij de vorige thuiswedstrijd tegen Feyenoord waren een paar oudspelers van de FC even terug in Groningen. Een van hen was Thomas Enevoldsen, die tussen 2009 en 2012 voor FC Groningen uitkwam. So it's been a while. It's the first time that I'm back since. I mean, it's always difficult to fit in your own schedule. Every time we have a break, there is a break here. So now I finally had the opportunity to come and see a game, and it's nice to be here and see some familiar faces. Een van die oude bekenden is Oluwafemi Ajilore. De Nigeriaan speelde tussen 2008 en 2013 bij FC Groningen en kwam in totaal tot 99 wedstrijden. I still remember a lot, also from the fans. So it was nice feelings to see some of them and also my teammates, you know. So it was really nice to be back here. There are many things I remember, of course, but one of the good memories I had that I still have with me was our game against NAC Breda, of course, when you scored 2 goals. So the feeling. It's still there with me, so it was a good feeling, and I still have it with me. Die wedstrijd tegen NAC Breda werd gespeeld op 13 maart 2010. Pedersen, Ajilore, maakt hem in de verhoek. Matafs is in ieder geval hem kwijt en er staat 0-2 in de extra minuut van de eerste helft. Ajilore. Enevoldsen speelde in totaal 82 wedstrijden voor FC Groningen en scoorde daarin 14 keer. De Deen hoeft niet lang na te denken als hem gevraagd wordt wat zijn hoogtepunt was bij FC Groningen. That's probably my hat-trick in Sparta. That was a highlight of my career. Of course, when you score 3 goals from outside the box, that's something you don't do every day. Op 13 december 2009 scoorde Enevoldsen 3 keer tegen Sparta Rotterdam. Ruimte voor een schot. En dat is zijn best schot, zeg. Wat een goal! Prachtige goal van Thomas Enevoldsen. Dus moet Sparta weer oppassen. Opnieuw Enevoldsen en hij zit er weer in. Goran Lovre. Enevoldsen, daar is hij weer. Is het zijn wedstrijd of is het zijn wedstrijd? I play in Sacramento now in the States, so it's nice. It's a different kind of football over there, but I enjoy the life, I enjoy playing still, so it's very good. I'm doing a lot now. I'm an instructor, I also coach, and I also manage an academy. So, and of course, also manage my own business. So, it's a lot of work, you know. Yeah.